Dat het lang rustig zou blijven op de website van het veilinghuis, dat was verwacht. Pas tegen sluitingstijd zouden de grote bieders zich roeren. En inderdaad, pas een paar minuten voor sluiting komt het eerste bod op Zeenit, het paard waarop Jeroen Dubbeldam wereld- en Europees kampioen werd. De veiling wordt verlengd om meer biedingen te trekken, maar het valt tegen. Slechts 800.000 euro is het laatste bod. Fokker Johan Heins uit de wijk heeft de afgelopen tien jaar het fonds geadviseerd bij de aankoop van paarden. En sportief doen ze het goed. Een nieuw fonds is al in oprichting en de opbrengst van deze veiling is daarvoor van belang. De mensen worden natuurlijk uh, ja, toch gemakkelijker al als ze merken uh, dat het ook wat opbrengt. Het is uiteraard, wat er natuurlijk achter zit, dat ze graag de Nederlandse hypische sport willen steunen. Maar ik laat me eerlijk zijn, als je gewoon ergens geld in stopt, is het ook mooi dat je er een aantal jaren toch een bepaald rendement van maakt. Zenit verdwijnt hoogstwaarschijnlijk uit Nederland. En dat is vooral sneu voor ruiter Jeroen Dubbeldam. Zo'n fonds begin je en dan weet je dat er ook een eind aan komt. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, ik had Jeroen natuurlijk heel graag gegund dat hij bij hem zou gebleven zijn. Wat ook de einduitslag van de veiling is, volgens Jacob Melissen komt het nieuwe Springpaardenfonds Nederland er in ieder geval.